Een hele fijne goeiemorgen. Het is vandaag vrijdag en ik ga jullie dit weekend meenemen. Want ik ga vanavond naar Rondé concert. Ik zie er trouwens overigens ook niet uit. En ik ga zondag naar Zondag met Lubach. En ik heb er heel erg veel zin in. Dus ik dacht, ik kan ook gewoon die 2 dagen of 3 dagen aan elkaar koppelen. Zodat je wel, zeg maar, een lange vlog hebt en geen korte vlog. Want ik weet natuurlijk niet wat ik ga filmen. En ik denk wel dat het leuk is als ik het weekend gewoon in elkaar voeg. Dus vandaar, ik ga eerst naar school toe. Ik moet naar school van 11 tot 2:30 of 3:00. Ik weet niet precies, maar ik heb loopbaan en burgerschap en daarna radio en campagne en ik heb er erg veel zin in natuurlijk in het concert en ik ga ook niet tussendoor naar huis, ik ga gewoon blijven op school en daarna ga ik naar Utrecht toe. Dat is wat fijner dan dat ik elke keer op en neer moet, want het is nog best wel ver reizen, want de vriendin waar ik mee ga, Joyce, die kennen jullie vast wel, en die heeft een treinkaart en die moet het voor 4 uur moest inchecken, dus dan is het om 5 uur is ze er en als ik van school weer naar huis ga, ben ik om 5 uur thuis en dan moet ik daarna nog 2,5 uur terug. Dus dat, ja, dat schiet ook niet op. Dan moet zij weer wachten. Dus ik dacht, nou ja, ik blijf gewoon op school. En dan moet ik ongeveer om 3:30 moet ik weg, volgens mij. Zoiets. 3:30 ongeveer de trein hebben. Dus dat, dat komt helemaal goed. En ik ga nu naar school, want ik heb weer een beetje haast. Dus ja, we gaan er wat van maken vandaag. Ja, dit weekend ook. Ik heb er heel erg veel zin in. Wij zijn weer herenigd. Ja, eindelijk. Na 1,5 week. En we lopen nu in Utrecht. En we gaan eventjes naar een soort van pizzeria. La Huppel de Pup of zo. Eetbaar, hoop ik. Ik heb echt geen idee hoe het precies heet. Maar daar gaan we nu heen. En heel erg veel zin in. Rondé. Het is koud. Dat is wel waar. Het is wel heel koud. Maar het is wel, ja, het is wel mooi met al die lichtjes en zo hier. Dus... Net alsof het kerst is of zo. Ja, en het volgende shot wat je ziet is of de Oude Gracht of pizza. Ik mis nog een helft. Nee, grapje, we waren al begonnen. Maar het was zo lekker dat we meteen waren begonnen en het hebben gefilmd. Deze mis ik helemaal. Mis op. Lekker. En we zijn in Tivoli Vredenburg. En we lopen nu omhoog en we hebben de kaartjes net gehad, de kaartjescontrole. Volgens mij duurt het nog vet lang voordat de zaal open gaat. Maar ja, zijn we lekker op tijd. Dus we moeten nu die duizenden rot... Die duizenden rot... Iedereen kijkt zo. Slecht idee dit. Oh, maar ja, ik viel bijna. Maar we moeten nu al die rottrappen nog op. Hoe hoog is dit, mensen? Ja, heel hoog. Ik ben hier nog nooit geweest. Ja, het is echt hoog. Ik ben met Teske geweest. Dus dat was wel heel erg leuk. Ja. Ik niet. We hebben er zin in. Ja! Hi! Wow, dit wordt echt... Ik heb hier echt geen verstand van. Dit is... Oh, zo. Ga jij maar filmen. Het lijkt me een beter idee. Ik zet hem alweer uit. Ja, ik ga je filmen. En toen dacht ik, oké, dat is vaak niet zo heel goed nieuws als mensen tegen mij zeggen, Do, ik moet even bellen, want dan heb ik of iets heel stoms gedaan op de radio. Of ik heb een bericht op Facebook achtergelaten dat ik niet had willen doen. Time, time for
gaat hij praktisch? Marit! Ja? Marit. Hi! Gaat het? Hi! Eigenlijk goedemiddag alweer, maar we hebben al een hele ochtend op zitten. We hebben even gegeten en we zijn wakker geworden met het feit dat in één keer Domien op het podium stond. Oké, ja. Ja, en zoals jullie weten ben ik heel erg groot fan van Domien en ook fan van Rondé. En in één keer stond Domien op het podium bij Rondé. En dat was echt... Dat was een verrassing en ik schrok me helemaal de pleuris, de schillen en zo. En hartstikke leuk. En daarna nog foto's. Zie je hier een leuke foto? En dan zie je hier een andere leuke foto. We gaan nu weer Joyce wegbrengen naar de trein. Ja. En... Maar zit goed. Oké. Dat zei ik juist net van niet. Nee. Niet vaker, maar goed. Je hebt altijd die haat. Maar dit, nee. Hoe moet je het voor die tijd doen? Nog meer haat? Nee, maar we gaan nu Joyce wegbrengen. Ja. Goed verhaal. Yep. Het is al een paar uurtjes verder en we hebben Joyce dus naar de trein gebracht. Toen zijn we even naar opa en oma geweest en nu ben ik weer thuis. En ik heb ook al avond gegeten, dus ik heb al heel veel dingen gedaan. En dat heb ik allemaal niet gefilmd. Het is niet allemaal heel erg boeiend natuurlijk. Maar ik heb even een vest aangedaan. Kijk, ik heb nog steeds mijn Rondé shirt aan. Die heb ik gekocht. Maar ik ga vanavond wel Wie is de Mol kijken, want ik ben zo'n trouwe Wie is de Mol kijker. Dus ik heb er heel erg veel zin in. En vorige week was het namelijk super spannend. Dat was die aflevering met die kermis en dat iedereen zoek was en zo. Dat vond ik echt, dat leek net een horrorfilm. Dat was echt zo vet. En ik ben benieuwd wie er vanavond weer uitgaat. En ik heb trouwens drie mollen. Ik heb Sanne, Jeroen Kijk in de Vechten, Diederik. En waarschijnlijk heb ik het toch mis. Dus als je dit later kijkt en het is al bekend. Sorry, ik heb het dus inderdaad mis. Of ik heb het goed. Ik heb geen idee. Eigenlijk gewoon een hele saaie zaterdagavond. Ik wou dit ook nog eventjes laten zien. Dit had Ricky opgeschreven. En dan handtekeningen. En zo, echt super lief. Ik ben nu Wie is de Mol aan het kijken. En het is echt super spannend. Dus... Het is nu 11:30 geweest en ik ga nu slapen. En voor mij is het toen is dat heel erg vroeg. Maar ik ben echt super moe en dan heb ik nog wel energie morgen. Dus ik ga nu slapen. Slaap lekker en tot morgen. Goedemorgen, het is 9:10 en ik ben wakker geworden rond 8:00. En ik heb me klaargemaakt. Ik heb me aangekleed, mijn haar gedaan, make-up gedaan en dat soort dingen. En ik ga zo meteen ongeveer om 9:45, 9:30 ga ik ongeveer vertrekken. En dan moet ik eerst met de bus, daarna met de trein, daarna met de tram. En dan zie ik daar ook Yoshi en ik ga met Yoshi erheen. En ik heb weer heel veel zin in om het een keer in het echt te zien. Ik kan echt niet wachten. Dus ik ga me nog eventjes verder klaarmaken. Nog een beetje spulletjes pakken. Misschien nog eventjes wat eten. Dat weet ik nog niet. En ja, dan ga ik er zo meteen heen. En het zonnetje schijnt dus echt heel mooi. Kijk. Wow. Het is ons echt heel erg laag. Maar wel heel erg mooi. Ziet er wel heel mooi uit zo met dat vorst zo. Nou, goedemorgen. Oh, het is echt zo koud. Ik heb natuurlijk net wel handschoenen aangehad bij het fietsen. Maar het is echt heel erg koud. Dus ik ga nu met de bus eventjes wachten. Het duurt ongeveer 5 minuutjes. Dus dat is prima te doen. Het is heel erg koud. Hoe heet je? Marit. Marit? Ja. Wat een leuke naam. Dank je. Welkom bij de vlog van Marit. Wil jij nou ook een keer naar zondag met Lubach? Kijk dan op zmltickets.nl. Of is het allemaal uitverkocht, Pieter? Dat is de uitvoerende producent van ZML. Nou, fijne dag toch allemaal. Doei! Ik heb ook een kanaal. Ja, ik sta nu naast Martine en Martine volgt ook. Dus jullie moeten allemaal Martine haar kanaal checken. Dus doe je promo, oproepje. Oké, nou ik heb dus elke week na de uitzending van Zondag met Lubach heb ik een backstage vlog van de hele week en hoe het programma gemaakt. Dat komt direct naar de uitzending op mijn kanaal. Oké, nou dan... Mijn kanaal is youtube.com/ en dan 10e. Dus de 10 is dan 1, 0 en dan de E van Eduard. 10e. Ja, nou dan moeten ze allemaal naar kijken. Ja, leuk! Een paar uurtjes verder en ik ben weer terug. En ik vond het echt heel erg leuk. Zondag met Lubach vond ik heel erg leuk om bij te wonen. Sowieso vond ik het al een heel erg leuk programma. Maar om erbij te zijn is natuurlijk extra leuk. Dus als je nog kaartjes of iets kan kopen of iets anders. Moet je zeker doen. Heel erg leuk om daar aanwezig bij te zijn. En anders moet je natuurlijk gewoon de tv-uitzending kijken. Want dat is ook heel erg leuk. En ik vond dit weekend heel erg leuk. En ik ga nu nog een beetje aan school werken. Dus dat ga ik eventjes doen. Ik ga deze video ook editen zodat hij nog vanavond online komt. Ik hoop het. Ik hoop ook dat hij leuk is geworden. Dus doe je duimpje omhoog als je hem erg leuk vond. Abonneer op mijn YouTube kanaal. En trouwens het linkje van Martina haar kanaal staat in de beschrijving. Die zet ik in de beschrijving zodat je ook op haar kan abonneren. Want ze maakt hele leuke video's. En dan hoop ik ook dat je op mij abonneert. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer. Doei!